Er ligt een visie voor doorontwikkeling van het Koehoorngebied. Wat houdt deze visie in en is er voldoende draagvlak bij alle belanghebbende partijen? Kunt u even kort en bondig uitleggen, wat staat er nu precies in die gebiedsvisie? Nou, even op kort, hè, want het is natuurlijk best wel een uitgebreid verhaal. Maar de kern is dat het een creatief gebied blijft. Een creatief gebied wil zeggen een gebied waar creatieve ondernemers in kantoren kunnen samenwerken. Tweede belangrijke punt is dat er een groen voorziening blijft. En belangrijk is, aan de rand van het park komt een collectief particulier opdrachtgeverschapproject, waarbij uiteindelijk een groep samen gaat ontwikkelen. En het gaat om woningen dan. Dat zijn echt drie harde elementen. Het DNA van Koehoorn was belangrijk en dat moet behouden blijven. Wat is dat DNA en waarom zien we dat in dit plan terug? Nou, de DNA is inderdaad de mogelijkheid dat er creatieve ondernemers kunnen werken en kunnen samenwerken ook vooral. Dat zijn twee belangrijke elementen buiten de gebouwen om. Dat is ons huiskamercafé Stella by Starlight. Daar ontmoeten de ondernemers elkaar, maar ook hun klanten komen daar. Dat is belangrijk, een stukje DNA. Tweede is dat er een groenvoorziening is waar ondernemers gewoon relaxed in de pauze kunnen zitten. Dat zou bij elkaar opgeteld, nog los van wat er in de gebouwen gebeurt, het Koehoorn-DNA kunnen noemen. Meneer Kortbeek, u bent ondernemer daar. Wat voor rol heeft Koehoornpark voor u gespeeld en hoe bent u daar ooit begonnen? We zijn begonnen met het maken van artistieke projecten, kunstprojecten. Dat doen we nog steeds. Wat denk ik heel tof is om te vertellen is dat we met een van die projecten ook in een expositie hebben gestaan. 6 maanden lang in New York, downtown. In een groot museum. En dat we de mogelijkheid hebben gehad om dat project ook echt door te ontwikkelen tot iets wat echt tot nut is van de samenleving. Meneer Wintjes, wat is uw mening over de visie die nu voor ligt? Nou, op de eerste plaats zijn de bewoners er nauwelijks bij betrokken. Het is eigenlijk een 1-2'tje tussen de Stichting Koehoorn Centraal en de gemeente geweest. De eerste plaats is het proces en de tweede plaats vinden wij dat een gebiedsvisie zou eigenlijk niet alleen voor het Koehoornpark en het gebied daaromheen moeten gelden, maar eigenlijk voor het hele gebied tussen het Nieuwe Plein, de Rijn, zeg maar, de Utrechtse straat, het stationsgebied. Dat zou eigenlijk één geheel moeten zijn. Toen ik aantrad als wethouder was dit het eerste dossier wat ik mijn eerste werkdag heb opgepakt. En ik heb er structuur in aangebracht. Vanaf toen is het eigenlijk vlot gelopen. We hebben een stuurteam waarin vanuit Koehoorn leden van de Raad van Toezicht zitten. En ik zelf namens de gemeente. De mensen hebben wel heel erg hoge verwachtingen. Kennelijk ook over een bijdrage aan die eerste gebiedsvisie. Maar het is niet zo dat er nu een kant-en-klaar plan ligt waar ze niks meer over kunnen zeggen. Nee, er ligt een visie waar ze juist enorm op betrokken worden en hun input op kunnen leveren. Hoe gaat u nou echt voor draagvlak onder de bevolking zorgen? Ja, nou ja, er is niks moeilijker als wijkdemocratie. Mm-hmm. Maar het begint er wel mee door weer gewoon alle mensen uit te nodigen. En niet een enkeling die zich alleen van zich laat horen. Gewoon alle mensen uitnodigen, hun input laten leveren. En ja, als je dan je stem niet laat horen, dan wordt die ook niet gehoord. Maar gewoon de mensen die wel hun bijdrage leveren, die bijdrage zal meegenomen worden. De komende weken zal blijken of de Arnhemse Raad overeenstemming kan bereiken over de voorliggende visie.